Dames en heren, 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 dames en heren. Welkom bij een nieuwe video van Sim Team Park World, een spel uit 1999. Een oud spel, maar wel een heel tof spel. Dit is de eerste achtbaan simulatie game, of eigenlijk pretpark simulatie game die ik heb gespeeld. En ondertussen, terwijl ik een mannetje aanneem om die kots op te ruimen, gaan we door met het intro. Oh. Okay, people, let's go to work. En vorige keer zat ik vast, want ik wou weten hoe de researchers, dus de professoren, hoe die sneller een winkel kunnen researchen. Dus dat we nieuwe wc's hebben en nieuwe dingetjes. Ik heb het lampje staat hier, daar heb ik nog helemaal niet op geklikt. En daarbij kan ik dus zeggen dat er veel meer moet gekeken worden naar de winkeltjes. Fry shop. Oké, er wordt een friettent ontworpen en de winkels mag al wat minder. Belly bounce. Don't be alarmed. Nothing to worry about. A ride has broken down, but a mechanic is on the way. Okay, tof. De dino karts zijn kapot. Kom ook allemaal rook uit de karretjes. Wat grappig gedaan. Maar inderdaad, hier is de research button. En daar staat bij van hoe en wat. Kijk, ik zet hem wel een beetje hoog hoor. Zo, dan wordt het sneller ontworpen. Oh, there's never a mechanic around when you need one. Ach. You know, some parts of the park aren't being patrolled by a mechanic. Ze zeuren weer om mechanics, dus dan moet ik weer eentje aannemen. Visitors are grumbling about your high ticket price. Oh. Might consider lowering the cost. Ik zie het al. Ja, ze zitten te zeuren om de kosten van de ticketprijs. Dan ga ik hem snel 50 doen. Dan komen ze gelijk weer naar binnen. Ze vinden inderdaad minder dat hij ineens 60 euro is. Terwijl ik ook een beetje moet gaan verdienen natuurlijk. Weet je wat, we maken hem 45 en dan hopen we dat ze naar binnen gaan. Nog zeuren? 15 euro goedkoper. Oh, daar komen ze al. Ah, mooi zo. Mooi zo, mooi zo. We willen natuurlijk meer bezoekers, zodat we meer geld omzet hebben. Maar we hebben nog 21.000. En dat groeit lekker omhoog. Deze attractie, ik denk dat het alleen maar... We've got trouble, boss. A ride is about to break down. Oké, deze attractie gaat heel snel kapot. En ik weet niet hoe dat komt. Zo. Is deze straks al gemaakt? De go-karts? Ja, die wordt ook niet zo goed bevallen. Ik dacht dat het publiek wel een beetje zot was op de... Ja, op de leuke go-karts. Wat ik wel raar vind eigenlijk. En die schoonmakers hebben een hoop werk te doen. Zit er iemand in de stafroom? Nee, ja, er zit iemand. Jalmkens Hawkins. En nog eentje. Paul Collins. Nou, goed, goed zo. Die zit even lekker te rusten. Dit is een rustkamertje voor de stafmembers. One of your rides is too scary for some of your visitors. For what it's worth, some visitors prefer rides with lower excitement levels. Nou, hij zit er te zeuren dat inderdaad er zijn gasten en die, ja, die vinden de rides, dus die vinden de attracties een beetje te heftig. En ja, ik moet wel rustige attracties plaatsen, weet ik. Maar we hebben niet echt rustige attracties. Je hebt de Dino Karts en er zit ook wel een hele rij. En ik zie dat er een entertainer ontbreekt hier. Dus we gaan een goedkope vent inhuren, de Dino. En die mag lekker hier gaan entertainen. Wat ik hier nog mis is eigenlijk nog weer een wc. Maar we gaan eens kijken, want ik hoor iemand kotsen weer. Waarschijnlijk is dat op die plek waar ik net zei dat er een wc moest komen. En als dat zo is, dan plaats ik meteen een toiletje. Nee, nog niet. Nou, we hebben wel een groene ster. En zolang die groene pijl omhoog staat, hebben we alleen maar een mooi park. En hier hebben we ook nog ruimte om iets te bouwen. WC's zijn Little Ken. The mechanics aren't patrolling all of the areas in your park and you never know when something could go haywire. Okay. Dat betekent de security cams. Ze zeggen van ja, de bewakers kunnen niet overal kijken in je park. Dus we gaan gewoon hier een security cam ophangen ergens. En ik denk dat we dat gewoon lekker hier doen. Zo. Oh, naast die andere. Ik had die andere niet eens gezien. Nou, dan plaatsen we deze gewoon hier lekker ergens hier zo. Kijk, we hebben hier een plekje nog. Ja, hier zo. Het is zo jammer dat je geen bankjes kan neerzetten. Ik mis dat zo erg. Als die ontwerpers ook kijken naar tegenwoordig de games, dan ik denk dat het gewoon het belangrijkste is wat er is. Gewoon die... Jongens, heb ik net een wc geplaatst, komt er alweer een hele rij voor te staan. Ongelooflijk. A new shop has been researched. Yes! Dat is waarschijnlijk de friet shop, ik weet zeker. Friet shop.
Okay, we hebben een nieuwe frietshop. Dat betekent dat we een plek gaan zoeken waar we die frietshop gaan maken. A new set of shops, a whole new genre of shopping has become available to research. Tof, en waar gaan we die frietshop plaatsen? Even kijken. Dit is wel een mooi plekje op zich. We kunnen hem ook hier plaatsen. Nou, we doen hier zo. En een frietshopje. En dan zoek ik even of er een die meneer hier zo, die doet helemaal niks. Die plaatsen we even hier bij de kots. Zo. En de frietshop. Kijk, we kunnen de zout toevoegen. Nou, als we heel veel zout doen, dan vinden mensen het gelijk cool. Local happiness. A new feature has been researched. Why? Even the features have new features. Oké, er is weer een stonehead is er ontworpen. Een stenen hoofd. Nou, die gaan we niet neerzetten in het park. Maar we gaan kijken wat er wel wordt geresearched volgende keer. Een gift shop. Een ice cream shop. Oké, er worden twee dingen geresearched nu. Even kijken hoor. De belly bouncer. Daar kunnen we een upgrade voor doen. En de Temple of Gloom is nu mee bezig. Maar die kost heel veel geld. Dus daar heb ik nog niet genoeg centjes voor. En er wordt dadelijk ook nog wat anders ontworpen. Maar ik heb liever dat ze de aandacht moeten besteden aan de winkeltjes. En aan de voorzieningen. Want daar zit waarschijnlijk ook iets nieuws bij. En dat houdt in de... Even kijken. Speakers zie ik. Rotsen. Geen wc. Oh dear. Zolang er geen wc komt, dan wordt het lastig, want je hebt zeg maar die kleine wc's die je ziet, die aparte. You have a lot of thirsty visitors out there. Do you think you should build some more drink shops? Oké, drinkshops. Oké, we moeten wat meer drinkshops neerzetten. Is dit een drinkshop? Ik weet niet of ik een drinkshop heb neergezet. There are areas in your park without a mechanic patrolling them. Ik maak het allemaal een beetje duurder. De burger mag ook wel iets... Wat is dat eigenlijk? Dat is ook wel grappig. Ik weet niet dat die vinkjes... Dat maakt het ook wel iets... Dat doet ook iets ermee. Even kijken, want dat heb je alleen bij die winkeltjes. Dan maak je het weer... Dan heb je weer... ik weet niet wat je wat bedoelt. Met, wat ermee doet. Your cleaners could keep the park cleaner if you set their patrol areas. Inderdaad. Ze zeggen van ja, je... Oké. Zo. There are parts of the park that don't have a cleaner patrolling them. Ja, dat heb je net gezegd. Het wordt echt druk nu in het park. We've discovered a new ride. Oh, wait, hang on. We've researched a new ride. Oké, er is een research upgrade. Level 2. Dus deze attractie wordt nu een level 2 attractie. Dat is ook grappig. Je kan je levels... Congratulations. You've won a golden ticket. And now you've got another golden key. Yeah! We hebben een sleutel gewonnen. We hebben 3 tickets gewonnen. En dat maakt ervan dat we een extra sleutel hebben en een nieuw level hebben geunlocked. Maar wat zou er weinig zijn als wij gewoon even nog kort doorgaan met dit level. Want het ziet er goed uit. Even kijken hoor. Nou, die bezoeker hier heeft dorst en honger. Maar ja, daar kunnen we niet zoveel mee. Look out! Look out! She's gonna blow! You've got a ride that's about to break down. Nou, deze... Ik denk dat we hem gewoon weghalen, deze. Zullen we hem gewoon weghalen? Ik vind wel. Ik vind deze zo... Niet nodig gewoon. Zo. We hebben weer plek voor iets anders. En deze schuiven we ook gewoon lekker op. Gewoon lekker even kijken hoor. Zo. Huppakee. Hebben we alles gewoon lekker opgeschoven. En wat nou als we deze verplaatsen. Naar even kijken. Een andere plek. Ander omgevingtje. Even kijken hoe hier zo. En dan verplaatsen wij deze burgers tent. Plaatsen we naar hier. En dan upgraden we gelijk deze. Door wat meer vet toe te voegen. De quality op te voegen. Zo. Kijk, de kopen mensen kopen gelijk weer zooi. En dan plaatsen we natuurlijk een... Scientists have discovered a new sideshow. Okay, it's not a cure for a nasty disease, but it's something. Een winkeltje. Of een wc'tje bouwen ernaast. En natuurlijk een small can. Oh, there's never a mechanic around when you need one. En nu ben ik het zat. Nu gaan we een mechanic inhuren, want hij blijft zo rood. Mechanics. Dan zeggen we Carl Flitsburg. Die gaan we inhuren zo. Huppakee. A new set of sideshows, a new frontier in entertainment appears before us, ready. We hebben een nieuwe. Even kijken, wat hadden we nieuw? We hadden nog iets nieuws. De Laughing Hyena's. Dat is hetzelfde een beetje als de Laughing Spray. Dat je op een bel moet klikken, maar ik kan er wel wat geld mee verdienen. Ik zou hem wel kunnen kopen. Maar dan zou ik de Strength Bird even neer gaan zetten. Kunnen we doen? Ik vind het goed. Your cleaners aren't keeping the park very tidy. They would do a better job if you set their patrol areas. En die doen we dan hier zo. Want dat is een mooi plekje ervoor.
There aren't any cleaners patrolling some areas. Ja. Oké, je moet je inschrijven, dan krijg je 40. En dan kan je 10 verdienen. Kijk hoor. Zo, hoppakee. Deze wordt gemaakt. One of your rides is about to break down. Take cover! Or I suppose you could fix it. Zo. Kijk hoor, deze is nu upgraded naar level 2. Ik weet niet wat er precies aan gebeurd is. Maar als het goed is, kunnen we wel. Gaat hij veel langer mee? Veel meer dagen? Dus we kunnen hem nou wat. Speed kunnen we wat neerzetten. Zo, dan wordt hij wat vetter. Deze attractie wordt leuk. Die is goed bezocht, deze attractie. En zelfs hier iemand met. Wat is dit nou? Oké, ik weet het niet. Heeft deze al een upgrade nodig? Ook niet. Nou, de researchers zijn flink bezig. Doe het even natuurlijk. Ik haal voor deze dingen weg. Zo, uit het walkie-talkie systeempje. Dus je moet het goed onderhouden hoor, dit park. Anders wordt het echt een flut. Don't panic. There is a little problem with one of the rides. Geluid ook. Make that a somewhat larger problem. Don't worry, mechanics are on the way. Jurassic Tours, nou die weten we, Sun God, die valt best mee met de prijs. Dus hier wil ik ook nog gaan toevoegen in het park. Is een wat grover attractie, maar zouden we in principe hier kunnen neerzetten. Puur omdat het eigenlijk gewoon een... ziet er leuk uit. Oké, dan doen we hem even kijken, want dit is lastig, want hij is best breed. En ik kan geen wachtrij maken, als wij hem hier plaatsen namelijk. Dat is een beetje het lastige. Nou, dat kan wel. Wacht even. The mechanics aren't patrolling all of the areas in your park, and you never know when something could go haywire. Zo. En dan plaatsen we hierachter ook een ingangspad. En dan kunnen we gelijk kijken. Capacity. Er kunnen een hoop mensen in. Speed kan ik wat hoger maken. Excitement. Oké, dat gaan we ook doen. Ik hoor iemand kotsen, jongens. Wat is dat toch? Kijk eens wat een grote attractie. Fantastisch, een soort draaimolenachtig. Kijk, alle wc'tjes zitten ook weer vol. Natuurlijk. Ik denk dat we deze even gaan verplaatsen. En dat we die even ergens anders in gaan doen. The cleaners could do a better job if you set their patrol areas. Zo. Some parts of the park don't have a cleaner patrolling them. And they could use a little tidying up. We gaan nog een cleaner aannemen. Ik weet dat het veel geld kost, maar die vallen nog mee met prijzen, vind ik. Maar we kunnen hier een Paul cleaner is daar bezig. We moeten inderdaad... Kijk hoor. Kijk eens wat druk, jongens, hier. Fantastisch. Hier ook, kijk hoeveel mensen hier klagen ook. Wacht, we pakken hem gelijk op. En dan verbezen met cleanen. Even een zwabber eroverheen. Jongens, en we gaan dan weer afsluiten, want het is alweer tijd. En de volgende keer zien jullie verder hoe ik ga met dit geweldige themepark. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Doei doei!